Hey, kijkers van Chris Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Sims 4 aflevering. We zijn hier vandaag in het nieuwe... niet nieuw. In het Big Brother huis en het is weer een nieuwe dag. Iedereen slaapt, zo het is... Oh, what the fuck doe jij daar nou weer? Jij moet terug het huis in, mijn vriend. Ik weet niet hoe het komt, want Ariana blijft in de bed liggen, PewDiePie ook. Maar op de een of andere manier wordt Kevin iedere keer weer uit het huis geplaatst. Ga hier maar naartoe, knul. Ga maar snel binnen. Ja, ik zou ook rennen als ik jou was. Dit is tegen de regels, je mag het huis helemaal niet uit. Pardon. En we kunnen weer van start. Kevin is nog niet helemaal uitgeslapen, dus misschien dat hij nog wel heel even terug kan gaan liggen. En terwijl Kevin nog heel even bijslaat, wil ik jullie bedanken voor alweer meer dan 200 likes op de eerdere nieuwe aflevering. Ik vind het super vet om te zien dat jullie het leuk vinden en we blijven er gewoon lekker mee doorgaan. Vandaag de vierde persoon die erbij komt. Jullie hebben allemaal gestemd in de straw poll. Wie dat is, zien jullie zo meteen. En uiteraard is er nu weer een nieuwe straw poll. Die kunnen jullie vinden in de beschrijving met 5 nieuwe opties. Kijk eens aan. PewDiePie is wakker. Hij heeft honger als een paard. Ga jij maar roerei maken voor iedereen. Ik hoop zo dat hij het niet laat aanbranden. Dat zou echt betekenen dat de mannen alles laten aanbranden in huis. Dus we willen toch nog een beetje een prestatie hebben als man in dit huis. Niet alleen maar de gamers die alles vies maken. Toch belooft dit niet heel veel goeds. Ga jij maar gitaar oefenen. Dan mag je daarna mag je ook eten. Kijk, het roeren is klaar. Dit moet lukken. Een eitje bakken. Hoe moeilijk kan het zijn? Goed bezig hoor. Ja, dit is jammer. Blijf vooral door oefenen en PewDiePie met koken. Ariana, wil je ook een bordje pakken? Lijkt me wel zo verstandig, hè? Ga je ook maar lekker een bordje pakken. Ik weet niet waarom je zelf verzekerd bent, want dat klinkt helemaal nergens naar je muziek. Op deze gitaar, hè? Op deze gitaar. In het echt heeft ze best leuke muziek. Nou, dan kunnen de twee tortelduifjes weer aan tafel zitten, want er bloeit volgens mij iets op tussen die twee. Hey, er is er nog een wakker daar. Ongemakkelijk, wat is er? Waarom ben je ongemakkelijk? Spierpijn. Ach, kind toch. Pak ook lekker een oerei. Oerei? Een roereitje. Lekker. Niet zo lekker. En jongens, het is zometeen tijd om allemaal eens een beetje te gaan aankleden. Ik denk dat PewDiePie zometeen klaar is. Houd ze het wijzigen naar sport. Want het is voor jou ook tijd om te gaan sporten vandaag, knul. Dan mag je daarna mag je achter de computer. Kevin die mag na het eten even gaan schijten. Altijd fijn. Programmeren oefenen. Of schrijven. Ik zag een game spelen. Grappen schrijven. Ga jij maar grappen schrijven, Kevin. Oh, wauw. De techniek is real. Ja, die is goed bezig daar, die PewDiePie. PewDiePie is zich dood aan het zweten, maar ik laat hem nog lekker doortrainen. Ik vind dat Ariana naar het tweede dingetje van oefenen moet gaan, zodat zij wel muziek kan verzorgen in het huis. Doe maar alledaags en dan mag jij hier naartoe om 3 drankjes te maken. Nou, iedereen is lekker druk bezig. Juist. Jij bent goed bezig. Kevin, wat ga jij allemaal doen? Computeren. Oh nee, dat gaan we niet doen. Jij gaat drankjes maken. Misschien moeten we een keer ook iets met wensen doen. Ze hebben altijd wensen, toch? Eens even kijken. PewDiePie wil gaan zwemmen. De enige plek waar dat kan is hier. Maar dit is de dodemanspool. En hij wil minimaal 1 keer een zwembad kopen. Een bedachtzame douche nemen. Geen idee wat dat inhoudt, maar we gaan het gewoon doen. En Kevin is ondertussen als een baas drankjes aan het maken hoor. Nog eentje erbij. Doe maar. Goed zo. Je wil een wonderbaarlijk verhaal vertellen. Nou, wat leuk. Een voorwerp kopen. Ja, geld uitgeven natuurlijk. En een zwembadtrapje kopen. Zie je, we moeten toch richting dat zwembad toe gaan, denk ik. Ik zeg, we kunnen hier wel een zwembad maken, denk ik. Even kijken hoeveel tuin we nog over hebben. Ja, dan moeten we gewoon een hek gaan plaatsen of zo. Wat is dit? Ik wil gewoon een muur plaatsen. Kan dat? Wat gebeurt er? Je kunt ze sowieso overheen, toch? Weg. Ik wil dit niet. Ik wil gewoon zelf een muur plaatsen. Ja, maar ik weet toch niet hoe dat moet, jongens? Oh, misschien moet je eerst muren trekken. Dan kun je er dan pas een hek van maken. Zou dat het zijn? Willen we deze schutting willen ervan maken? Juist. Zo. Ik zeg... Hoppakee. Dan moet deze stoel eigenlijk gewoon omgedraaid worden. Wat hangt hier allemaal aan de muur, joh? Heb ik dat gedaan? Wel cool gedaan dit hoor, Kevin, al zeg ik het zelf. En een lamp. Lamp. Een lamp. Een lamp. Prachtig. Je komt mooi uit hier. Dan zetten we hier nog wel wat verlichting neer voor 's avonds natuurlijk. Zo, ik vind het helemaal mooi. Niks meer aan doen. Zo, het is prachtig. Terug naar leven. En Ariana, jij gaat, ik weet niet wat je gaat doen. Jij gaat hierheen dansen. Oh, je gaat dansen. Oké. Dat willen we wel zien natuurlijk, die moves. Dat zijn de moves hoor. Ik weet niet wat dat is. PewDiePie, stoppen met alles wat je doet.
alles, met alles stoppen. Je moet baantjes gaan zwemmen, jongen. Het is één grote poolparty daar. Ik vind het jammer dat je geen duikplanken meer hebt. Dat was altijd leuk. Lekker autistisch heen en weer zwemmen in een zwembad. Is Kevin er alweer klaar mee? Gaat hij weg? Nee? Oké. Ondertussen denk ik dat het tijd is voor de nieuwe bewoner. En jullie hebben je stemmen achtergelaten. Als het goed is, weten jullie dus al wie het is. Tenzij jullie een stem hebben achtergelaten en niet meer hebben teruggekeken. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ga de nieuwe persoon erbij halen. Yay, daar zijn we dan. Hij staat hier als het goed is te chillen voor het huis. Kijk hem eens staan hier zo. Het is een YouTuber, het is een Nederlander. En jullie hebben hem immens veel aangevraagd dat hij in het huis moest komen. Dus daar is hij. Kijk, iedereen komt hem begroeten. Of iedereen... Wat gaan ze doen? Gaan ze samen de dingen in? Het is in ieder geval meneer dus David. Ik heb geprobeerd hem een klein beetje lijkend te maken. Hoi, ik ben David. De gelijkenis is levensecht. Applausje voor Kevin. Een klein beetje, hè? Ondertussen horen we mensen achter ons doortrekken. Het is één groot feest. En dan kan hij naar binnen. Zich bij de menigte mengen. Gezelligheid! En hij is door de deur. Dus dan kan ik deze deur weer weghalen. Je gaat niet meer weg, meneer David. Niemand komt hem begroeten. Hij is helemaal alleen hier buiten. Ik heb geen idee. Ga jij eens even die jongen begroeten, joh. Vriendelijk. Doe maar leren kennen. Doe maar kletsen. Een diep, een aangrijpend verhaal vertellen. Dat wilde hij, toch? PewDiePie, jij gaat je drankje al drinken, zeker? Dat mag niet. Mag niet. En Ariana ook. Ga jij ook maar lekker aan de bar zitten? Het is hier in ieder geval al gezellig. PewDiePie? Ik heb iets gezegd. Ik zei nee. Terugzitten. Afblijven. Mag niet. Kevin, niet gelijk te gezellig. Je moet je drankje nog maken. PewDiePie ook. Aan de bar zitten. Aan de bar zitten. En Kevin mag na zijn drankje ook aan de bar zitten. Oh, oké. Okay. Nou ja zeg. Doe eens even normaal joh. En twee drankjes pakken. Kevin die wil iemand omhelzen. Zou dat kunnen met Ariana Grande? Omhelzen. We gaan het gewoon zien. Misschien dat het lukt en misschien dat ze elkaar helemaal de tyfus in stampen. Oh, PewDiePie wil er ook bij. PewDiePie, jij moet ook stoppen nou. Jij moet gaan trainen. Lekker pingelen. Ik zie dat jij wilt dansen. Ga jij maar lekker dansen. Aanzetten. Weet ik veel. Wat wil die luisteren? Ga maar pop luisteren. Doe maar. Ga maar lekker Kevin's wensen vervullen. Zo dans ik ook altijd in de club. Ja toch. Goed bezig hoor. Nou, dan mag die herrie weer uit. Kevin is speels. Zie ze rennen. Wow, over vies gesproken. Ja, je bent alweer op de helft, hè? Dat is op zich wel oké. Op zich, het is avondeten tijd. Ga maar even lekker schijten. David, waar ben je? Oh, je gaat je bord opruimen, goed zo. Je moet eigenlijk ook heel nodig naar de wc. Ik weet niet wat er met mijn rug is, maar is die verbrand of zo? Of lijkt het alleen maar zo? Ik lijk volgens mij alleen maar heel rood. Nou, de tossies zijn klaar. Pak lekker een bord. En dan vind ik dat... PewDiePie is waarschijnlijk weer als eerste klaar met eten. Die mag de tosties weer gaan opbergen. David, jij gaat dus nu lekker schijten. Ik versnel de tijd. Als het goed is, gaat iedereen slapen. Ariana met haar bord zo te zien. Oké. Okay. Kan niet goed zijn om zo vlak na je eten te gaan slapen. Maar goed, ik hou er niet tegen. Iedereen ligt lekker in zijn bed. Dat betekent dat de dag klaar is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Kijk nog één keer in de straw poll hieronder. Zodat jij kan meestemmen wie de volgende bewoner wordt van dit huis. Vergeet niet alvast een like te doen en te abonneren op Kicks Games als je het nog niet gedaan hebt. En dan nodig ik jullie uit voor de volgende aflevering. En dan zeg ik zoals altijd, vanaf hier, ciao.